En de Surinaamse voetbalselectie is ondanks een moeizame vlucht goed aangekomen in de Verenigde Staten van Amerika. Nacho neemt het morgenavond, dat is zaterdag 27 maart, op tegen Aruba in WK 2022 kwalificatieverband. De SCVS zendt vanaf 7:50 de voorbeschouwing uit en de wedstrijd live om 9:00 via kanaal 8.1. Bondscoach Dean Goree is blij dat zijn team versterkt en topfit is. Hij heeft ook al een plan klaar voor het geval Aruba vanuit een gesloten verdediging denkt het spel naar zich toe te trekken. Uit elkaar trekken, zoveel mogelijk blokken, dat ze eruit komen met een hoge balcirculatie, creatieve individuele acties om een man meer situatie te creëren. Dus al met al dus sneller en sneller van kant wisselen, hopen we toch om er doorheen te komen. Goree blikte ook terug op de partij die tegen Cayman Islands, die woensdag is afgewerkt hier in Suriname. Hij vindt dat het team goed spel heeft geleverd, ondanks de voetballers voor het eerst samen met elkaar hebben gevoetbald. Goree verwacht dat het team in deze competitie dichter naar elkaar toe zal groeien. Het is wel een professionele, een hele goede wedstrijd als het gaat om hoe we stonden als team. Dus ik kan eigenlijk niet ontevreden zijn over die ene. Het moet elke keer een stukje beter gaan. Florian Josefsson, die de eerste wedstrijd heeft gemist, vindt het een eer om voor het Surinaams voetbalelftal uit te komen. Josefsson zegt dat hij gebrand is om te voetballen. Volgens de veelzijdige voetballer moet tegen Aruba het balspel hoog gehouden worden om zodoende druk uit te oefenen. Dat we het spel hoog moeten houden, het balspel hoog moeten houden, snel van kant verwisselen, dynamische beweging, contrabewegingen en diepte zoeken. Hoe compact het ook is. Dus ze eigenlijk forceren een beetje lokken om ze uit elkaar te spelen, denk ik. En behalve Josefsson heeft ook Charon Cherry zich gevoegd bij Nacho in de VS. Vermeldenswaard is dat de nationale zender STVS de exclusieve uitzendrechten heeft voor wat betreft deze WK-kwalificatieronde. En omdat de voorbeschouwingen morgenavond live worden uitgezonden via kanaal 8.1, begint het STVS-journaal morgen om 7:00 s'avonds. Dat is zaterdag 27 maart. En daarnaast moet ik u ook meedelen dat de COVID-19 maatregelen met 2 weken zijn verlengd. Ingaande vandaag, 26 maart, tot en met 8 april. De regels blijven ongewijzigd, zo ook het uitgaansverbod. Maandag tot en met vrijdag van 11:00 s'avonds tot 5:00 s'morgens. En zaterdag en zondag van 9:00 s'avonds tot 5:00 s'morgens.